Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, dan worden vaak sprookjes voorgelezen en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. We zitten vandaag live in de Joker. In Antwerpen. En ik heb de geweldige cabaretier naast mij, Maarten Westra Hoeksema. Maarten, het publiek heeft ons een titel gegeven, kort zo zeggen. Er was eens een reus met het syndroom van Down die ook nog eens Alzheimer had. Goed, we zien wel welk sprookje eruit komt. Hier gaan we dan. Er was eens een reus met het syndroom van Down die ook nog eens Alzheimer had. Hij was verliefd op de hoofdverpleegster van het tehuis waar hij zat. En elke dag stapte hij naar haar en zei... Ik ben lief nog meer. En zij zei... Wat lief dat je dat zegt, Larsje. Kom dat morgen nog eens zeggen. En omdat hij Alzheimer had, lukte dat ook. Want elke dag was hij vergeten dat hij het al een keer gezegd had. Zijn leven duurde altijd exact één dag. Eén dag vol plezier en verliefdheid. Ja, en toch ontbrak er iets. De verliefdheid werd nooit beantwoord. Elke avond ging hij slapen zonder aangeraakt te zijn. En zelfs dat kan je met Alzheimer niet vergeten. Dus 's morgens werd hij wakker. Hij wist dat hij verliefd was, maar hij voelde toch dat hij weer niet aangeraakt was. Precies. Aan zijn grote lichaam. Ja, zijn grote reuze lichaam. Met het syndroom van Down. Dat syndroom zat ook over heel zijn lichaam. Dus. Het trok hem naar beneden ook. Maar wat ik nog niet over de hoofdverpleegster verteld heb... De hoofdverpleegster was nymphomane. Dus elke dag moest zij zich inhouden als de reus zei... Ik ben verliefd op u! En toch deed ze het niet. Het was een dilemma dat elke dag opnieuw begon. Alle andere reuzen in het thuis waren al door de hoofdverpleegster aangeraakt geweest. Want die hadden geen syndroom van Down. Dus dan mocht het wel. Dus onze reus, hoe heet die ook alweer? Larsje. Larsje. Onze reus Larsje wist, oké, ik moet hier buiten gaan en ik moet misschien op zoek gaan naar ware liefde. Ja, maar dat dacht hij iedere dag. Ja. Dus hij ging nooit naar buiten. Tot op een bepaalde dag hij het wel deed. Inderdaad. Hij deed de deur open van de reuzeninstelling waar hij zat en deed zijn eerste stapjes in de reuzenwereld. Er ging een wereld voor hem open. Plotseling kreeg hij ook een heel helder gevoel in zijn hoofd. En begon hij zich dingen te herinneren. Dingen van vroeger die de Alzheimer hadden weggeduwd. Precies. Was het wel Alzheimer of was het gewoon een trauma? Van de hoofdverpleegster. Dat wist hij op dat moment niet. De Alzheimer kwam weer terug. En hij was al vergeten dat hem die vraag had gesteld. Vrolijk huppelde hij door de velden richting een regenboog. Wat typisch is voor reuzen met Down-syndroom. Die vrolijkheid die ze uitstralen. Dat plezier waar ze mee rondwandelen. Bij elke huppel die hij deed, trilde de aarde en bewoog de regenboog een beetje. En hij kwam aan de voet van de regenboog. En daar zat een heel mooi reuzenmeisje. Met een pot goud tussen haar benen. En een gezicht waarop stond te lezen... Ook ik heb Down. En plotseling was de reus niet meer Down. Hij was up. Hij was up. En samen werden ze up. Ze keken naar elkaar en het was liefde op het eerste gezicht. En het reusje van de reus werd plotseling een grote reus. En het was die dag dat hij voor de eerste keer werd aangeraakt. En zo ontstaan regenbogen. Elke keer als je een regenboog ziet, dan weet je dat er een reus met het syndroom van Down beneden zit, die juist voor de eerste keer is aangeraakt. Slaap lekker. Maarten Westra Hoeksema.